Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe weekvlog van Hoeve Hoogstraten. Deze week even geen boerderijwerk, maar iets anders leuks. Elk jaar tussen kerst en oud en nieuw houdt LTO Steenwijkerland een verlichte trekkertoertocht. En daar hebben wij dit jaar ook weer aan meegedaan. En de voorbereidingen daarvan en de tour zelf zie je in deze vlog. Voorbereidingen beginnen natuurlijk met het schoonmaken van de trekker. Hier spuiten we hem alvast in met zeep, waardoor het vet en het hardnekkige vuil alvast losweekt. En daarna moeten we hem nog even afspuiten, zoals je hier ziet gebeuren. In eerste instantie lijkt het niet de mooiste klus, maar het geeft altijd wel voldoening als je het vuil zo ziet verdwijnen. En daarna komt de grootste klus, het ophangen van de verlichting. We proberen steeds meer naar kant-en-klare dingen toe te gaan. Die koe hebben we vorig jaar gemaakt. We hebben vorig jaar ook de schijven gemaakt voor in de achterwielen. Dus dat is een kwestie van inhangen en wat rijden erin. Maar de rest moet nog even netjes ophangen met tijripjes. Daar gebruiken wij gewoon ledlampjes op batterijtjes voor. En als je dan ongeveer 30 batterijtjes verder bent, dan is dit het resultaat wat je ziet als het donker wordt. En toen hoefden we alleen nog maar naar het startpunt van de route toe te rijden. Dat was dit jaar bij Visser Holland in Steenwijk. Daar zijn we ontvangen met goede koffie en goede versnaperingen. En burgemeester Bats van Steenwijkerland die bood daar nog 300 oliebollen aan voor de deelnemers. Dan zijn we hier op het startpunt aangekomen, het terrein van Visser Holland. Ruim 150 trekkers deden mee dit jaar. En het is gewoon een waanzinnig mooi gezicht om hier tussendoor te lopen en alle toeters en geluiden te mogen horen. Het is gewoon waanzinnig als je als boeren samen hier uit de regio met de toeleveranciers uit de regio zo'n evenement neer kunt zetten. Eindpunt van de route was de Nekker in Elzega, mechanisatiebedrijf in Blokzijl. En daar zijn we ontvangen met snet en broodjes gehakt. En deze snet en broodjes zijn verzorgd door de halte in Blokzijl. En ook onderweg ontbrak het aan iets. Dit werd allemaal verzorgd door de Jumbo Bedvis uit Steenwijk, door Bas Uitzendbureau en door Weerribbenzuiver. Al met al zijn er dus heel veel schouders onder dit evenement gegaan en het resultaat mag er zijn. En, het is nogmaals fantastisch om hier aan mee te mogen. Dan is het 7 uur en tijd om te gaan vertrekken. Ondanks de harde wind stonden enorm veel mensen langs de weg. Dat was echt hartverwarmend om te zien. Kinderen met verlichte traptrekkers, spandoeken, alles kwamen we tegen onderweg. En mensen hartstikke enthousiast. En de deelnemers uiteraard ook. Als ik het in moet schatten, dan was de stoet aan trekkers ruim 3 kilometer. Wij reden mee als derde trekker, dus wij konden regelmatig een keer achterom kijken en het was een indrukwekkende stoet aan trekkers. Wij vonden het al met al een prachtig evenement en kijken uit naar volgend jaar. Thank you.
Dat was het alweer voor deze week. De rest van jullie een hele goede jaarwisseling te wensen. We zijn dit jaar begonnen met vloggen. Het is best wel even wennen, moet ik zeggen, maar we vinden het hartstikke leuk om te doen. Vooral de reacties die binnenkomen en ook het aantal abonnees neemt behoorlijk toe. Daar zijn we hartstikke blij mee. We hopen jullie volgend jaar weer te zien. Goede jaarwisseling. Dag!